Wij zijn Roomers. We zijn samengekomen een drietal jaar geleden. We hebben samen gestudeerd op de PXL Music en zo hebben we elkaar leren kennen. Onze muziek is redelijk vrij ontstaan zonder echt in een hokje of genre te gaan denken. Er zit wat techno in, af en toe. Dat is dan Jonas zijn invloed. Ik luister heel veel naar trip-hop muziek en 90s muziek. Björk ook en zo. Pieter Jan komt uit de post-rock en Stefanie uit de metal. Dus al die dingen samen, dat is een beetje wat dat Roomers is, denk ik. In elk nummer zit er wel een boodschap, denk ik. Maar ik vind het leuk om de muziek over te laten aan interpretatie of zo. En dan niet te dik erop te leggen wat dat iets moet zijn. Ja, ik schrijf mijn teksten meestal vanuit momenten. Meestal als ik me slecht voel. Dus dat zijn meestal mineurnummers. Maar wel hoopvol naar de toekomst. Maar dat is heel moeilijk. Ik vind echt het moeilijkste aan Roomers eigenlijk. De tekst. Omdat je sowieso je moet altijd iets te vertellen hebben, maar soms heb je gewoon niks te vertellen. Zoveel mogelijk spelen en zo weinig mogelijk bezig zijn met succes. Vooral muziek. Ik wil heel goede muziek maken en denk dat dat gewoon de essentie is van de band. We merken zelf ook wel dat de nummers die we nu schrijven, dat eigenlijk beter en beter wordt. Dat we wel als band meer een geheel aan het vormen zijn, een idee aan het vormen zijn. En ik denk wel dat het studioproces dat we daar misschien mee kunnen gaan koppelen wel een interessant geheel kan zijn om als band te groeien en ook om output een beetje naar buiten te brengen en daardoor hopelijk een groter publiek aan te spreken, waardoor we nog meer kunnen gaan spelen, zoveel mogelijk kunnen gaan spelen. En als grootste doel is dat we uiteindelijk allemaal met een sportcar kunnen rondrijden in Gent met dit project dat we hebben, maar niet wel eens.